Jaap van der Tak, het is 8 uur in de ochtend. U heeft heel de nacht heeft hij onderhandeld. Kunt u er iets over vertellen? Jazeker, het was een zware nacht. Echt, en een lange nacht. En op 4 belangrijke punten hebben we geen resultaten, geen vorderingen kunnen boeken. Een belangrijk punt daarbij is, ja, als eerste, de gelden voor de landschapsdiensten. Hè? Als mensen als boer willen omschakelen om ook de natuur te beheren, het landschap te beheren, over de financiering van die landschapsdiensten. Geld dus. We hebben bescherming van boeren nodig in hele kwetsbare gebieden. Als er veel boeren zijn, dan kan het zomaar zijn dat een boer, de ene boer wel en de andere boer niet, een lening van de bank of de financiering voor elkaar kan krijgen. Ja, en dan heeft een boer wel iemand nodig die solidariteit heeft om naast te gaan staan. Dus daar willen we een oplossing voor. Om boeren dus te beschermen. Die door willen gaan. Het belangrijkste vraagstuk is ook, een van die drie, is mest. En natuurlijk grondgebondenheid. Daar zijn we ook nog niet uit. En het vierde punt is, heel nadrukkelijk, ook natuurlijk de bekende punten van LTO. Namelijk landschapsvraagstukken, maar die te maken hebben met pasmelders en interimers. Die waren in 2019 nog legaal en zijn nu opeens illegaal. Dus wij willen dit proces nu, dat het kabinet stappen zet naar ons toe om op deze vier punten inderdaad dat we kunnen werken aan onze boeren die door willen. Jonge boeren, blijvende boeren, maar uiteindelijk voor een toekomstbestendige landbouw. En dus om perspectief voor onze boeren. Is het kabinet u al een beetje tegemoet getreden? Dat vind ik wel. We zijn elkaar op een aantal vraagstukken, ook deze die ik genoemd heb, waar we niet uit zijn gekomen. Daar maken we wel vorderingen. Maar het zit echt nog dat wij eigenlijk van het kabinet ook wel vragen om nu echt nog meer onze kant op te komen. En moeten vanuit het kabinet stappen naar ons worden toegezet. Dat is echt van belang om op dit punt, nou ja, laat ik maar zeggen, in de toekomstbestendige landbouw en voor onze boeren en tuinders, kwekers en telers, echt een doorbraak te forceren om te komen naar een landbouw waarin we met elkaar weer verder kunnen. Waar we niet tegenover de overheid iedere keer hoeven te staan. Waar we niet tegenover rechters hoeven te staan. Maar het belangrijkste daarbij is dat we voor onze boeren staan om ervoor te zorgen dat ze weer een toekomst hebben. Kunt u nog iets over de sfeer vertellen? De sfeer vannacht, dat was een respectabele sfeer. Er is met geen deur geslagen of geen, laat maar zeggen, verkeerde woorden gebruikt naar elkaar toe. En vanuit ieders positie, ook al omdat we de afgelopen 4 maanden ontzettend met elkaar gesproken hebben over dit mogelijke landbouwakkoord. Dus er is echt op deze 4 punten heel stevig, maar we kwamen er vannacht niet uit. U kwam er vannacht niet uit, maar hoe gaat het verder? Nou, het belangrijkste punt is dat we tegen het kabinet gezegd hebben, wij willen, en dat vroeg het kabinet ook, willen jullie nog met ons doorpraten? Daar hebben we best wel even lang over gesproken. Want soms nader je een punt dat je niet verder kunt. Maar we hebben gezegd, wij willen toch doorpraten. Maar het belangrijkste daarbij is wel, dan moet het kabinet stappen zetten. Want op deze manier komen we er niet uit. Zijn er termijnen afgesproken? Er zijn op dit moment geen termijnen afgesproken. Maar we weten allemaal dat het, laten we zeggen, dat er sprake is van, we moeten onderhandelen over geld. Dat wordt nu berekend, hoeveel geld en waarin. En dat duurt wel een week of 2 à 3. Dus we hebben ook wel 2 à 3 weken de tijd om met elkaar deze gesprekken op deze 4 punten te voeren.